Vanmiddag de 5 kilometer voor de heren hier in Korea. Onder andere Sven Kramer, maar ook Jan Blokhuizen. Daar heb ik natuurlijk een week mee mogen lopen afgelopen jaar. Ja, ik heb Jan eigenlijk naast het schaatsen alleen maar over zijn vriendin gehoord. Jan die is aan het trainen, die zien we de rest van de dag niet meer. Dus ik heb alle tijd, ik ga gewoon even met de vriendin van Jan Blokhuizen op pad. En dat is Penny. Keeping up with Korea. Penny. Jij komt net uit Seoul. Je hebt eigenlijk nog niks gezien van Gangnam, nee, toch? Nee, nog niks. Ik dacht, misschien moeten we Gangnam een beetje gaan verkennen. Zijn je benen net zo sterk als die van Jan? Ja, ze doen niet te veel aan onder. Nee? Nee. Oké, dan gaan we een stukje fietsen. Penny, jij komt uit Rotterdam. Ja, klopt. Naar Heerenveen verhuisd. Dan moet de liefde voor Jan erg groot zijn. De overgang was best wel heel erg groot. Ja. Maar tegelijkertijd was het voor mij ook het feit dat ik bereid was om het te doen. Een hele grote bevestiging dat dit de liefde van mijn leven was. Ja, kan je eens uitleggen? Ik ben buiten adem. Oh, jongens, we zijn nog geen 100 meter onderweg. Ik durf het niet te zeggen. Oh, kan je eens uitleggen hoe groot de rol van schaatsen in het leven van Jan is? En indirect dus ook in het leven van jou. Ja, het werkt in alles door. Het werkt door in hoe je eet, de manier waarop je leeft, hoe laat je naar bed gaat. Ja. En ik heb heel veel bewondering hoeveel discipline die je op kan brengen. Puur en alleen omdat hij de beste wil zijn in wat hij doet. Ja. En het heeft mij eigenlijk wat dat betreft alleen maar voordeel gebracht. Want door hem ben ik gewoon nog gezonder geworden en fitter. En dat merk je wel met het fietsen. Nou, het is maar goed dat dit geen Olympische sport is, want ik denk niet dat we gewonnen zouden hebben. Ik denk als iemand het vooraf had tegen mij had gezegd dat ik zoveel opofferingen voor iemand zou moeten doen, dat ik een vierkant had uitgelachen. Maar blijkbaar, als je genoeg van iemand houdt, dan ben je daar dan toch toe bereid. Wat mooi. En niet altijd met een glimlach, hoor. Natuurlijk heb ik ook wel een strijd als ik een keertje RTL Late Night wil kijken en dat kan niet. Maar wie wint er dan? Ja, over het algemeen toch Jan. En als ik wel eens win, dan krijg ik het de nacht erna te horen. Hè? Als hij dan niet fit is op het ijs, dan zegt hij, ja, maar dat was omdat jij tv wilde kijken. Het klinkt alsof jullie leven samen toch vooral in het teken staat van het leven van Jan en zijn sport. Ik denk dat dat ook de reden is dat heel veel schaatsers ervoor kiezen om met schaatsers te gaan. Dat je elkaars leven dan misschien wat beter begrijpt. Wat doe jij zelf voor werk? Ik doe zelf run ik een modellenbureau, dus ik ben voornamelijk bezig met het scouten van modellentalent. Dus had Jan een goed model geweest, Penny? Ja, hij heeft de juiste lengte en een goed figuur, dus wie weet. Als ik klaar is met schaatsen, kan ik geld aan hem gaan verdienen. Ja, precies. Wat mis je dan nu in je leven waarvan je denkt, nou dat gaan we eens even lekker inhalen of dat gaan we eens even helemaal anders doen? Wij weten bijvoorbeeld in maart, april weten wij hoe de rest van het jaar tot en met maart eruit gaat zien. Ja. Dat geeft natuurlijk heel weinig ruimte voor gewoon spontaan eens een keertje een weekendje weg of iets dergelijks. En weer terug naar Rotterdam. Ja, ik weet niet of de rest van ons leven echt in Friesland ligt. Nee. Jan, je hoort het. Voorzichtige uitspraak. Goed. Hey, het is trouwens daar. De Oval Stadium. Nou ja, normaal gesproken dan heb ik geen stem na de dag na de wedstrijd over. Want dan zegt hij, oh, ik hoorde je weer hoor. Hup, hup, hup. Echt waar? Ja, altijd. Ik ben altijd wel heel hard aan het roepen. En dan hoop ik dat hem wat energie extra kan geven. Ik denk dat we gaan parkeren en dan gaan we richting het stadion. Ja, Penny. Ik ben er klaar voor. Op naar de 5 kilometer heren. We zijn er. We gaan beginnen. Hier gaat zo meteen jouw man schaatsen. Hoe is het met de zenuwen? We beginnen nu te komen. We gaan ons plekje zoeken. Het is koud. Zo, net terug van de 5 kilometer voor de heren hier in Korea. En jeetje jongens, wat een wedstrijd. Ik ben vandaag meegegaan met Penny, de vriendin van Jan Blokhuizen. Die echt als een raket van start ging op die 5 kilometer. Ja, ook Penny die heeft er longen uit de lijf gegild, want er komt toch ook 4 jaar spanning uit. Hij leek het te gaan doen. Een podiumplek leek echt in het verschiet. Alleen Jan die hield het gewoon niet vol. En dan is het heel, bijna verdrietig om te zien
dat je denkt, ja, volgens mij wordt dit geen podiumplek. En ook bij Penny, ja, kwamen echt die emoties. En dan zie je ook heel erg dat ze het de afgelopen 4 jaar gewoon samen hebben gedaan. Die hele weg hier naartoe. Natuurlijk is iedereen trots. Maar we moeten ook eerlijk zijn, het is ook gewoon een teleurstelling. Want na 4 jaar wil je gewoon op het podium staan. Maar dan is sport ook sport. En dan moet je ook gaan juichen. En terecht ook voor de grote, grote kampioen Sven Kramer. Jeetje, het is voor de 3e keer op rij dat hij op deze afstand een gouden medaille pakt. Blijf alles volgen via de radio en qmusic.nl. En ik zeg, hangt jou. Keeping up with Korea. Q.